Dames en heren, wij komen bij het laatste programma-onderdeel van dit historisch festival Doorn. Nee, dan zeggen jullie... Precies. Dank u al wat spontaan. Wij zijn de hele dag bezig geweest met alle verschillende groepen en alle verschillende tijdsperiodes om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de geschiedenis. En als laatste op deze dag zouden wij dat beeld eventjes flink willen verstoren. Daarom hebben wij vandaag een multi-period battle. Een veldslag waar alle tijden dwars door elkaar heen lopen en niet historisch correct met elkaar vechten. Zie het als de tijdmachine van professor Barabas die volslagen op hol geslagen is. De eerste deelnemer zal zich alvast aan u voorstellen. Pas erop, even ruimte maken, pas erop! Komt de veldslag aan, pas erop! Dit is namelijk niet zomaar een schot, dit is een waarschuwingsschot. Kom maar. En deze groep middeleeuwers die zit behoorlijk met zichzelf in de knoop. Dit is de ontknoping van de dag. Ze hebben ook wat vikingen meegenomen. Kom maar. Al eeuwenlang dat imperialisme protest opwekt. Dit is een protest tegen de oorlogsmachine van de Romeinen. Ze zijn net aangekomen. En ik begrijp hieruit dat de Romeinen zuigen. U weet toch wat een Romein onder zijn tuniek aan heeft, hè? Sandalen. De volgende groep mag op marcheren. Zijn we nu al klaar? Nee, toch? En die worden direct door Spanjaarden! Spanjaarden? Hola! Wat zeg je? Ik heb een beetje storing op mijn microfoon, jongens. Kijk, en nu komen we pas echt in een mooi historisch plaatje terecht. En 15e eeuwig en een 8e eeuwig op een Amerikaanse jeep. Dit zit hier echt alleen hier. Hoe Duits word ik gecoördineerd? Weet ik veel. Ik ben een middeleeuwer. Hoeveel tanden? Hele groene koets. Ja, wat ga je daar nou eens tegen doen, hè? Banden lek steken. Volgende. En jongens, dus wij hebben niet alleen deelnemers, niet alleen historische groepen die meevechten, maar de crew heeft ook besloten om mee te vechten.
En de crew heeft ervoor gezorgd dat ze de gendarme of de marechaussee, wat is het, blauwhelm, kunnen vervoeren. Volgende. Er komen nog wat blauwhelmen op en daar komt ook de Tweede Wereldoorlog aan. DDR, excuus, die bestaat niet meer, hè? Maar ja, de middeleeuwen ook niet. Volgende groep. Je verwacht ze niet. Ze komen altijd als je ze niet verwacht, als je ze het minst verwacht. Hier is de Spaanse Inquisitie. En ik weet niet wat ze daar gevangen hebben, maar het ziet er eng uit. Wat? Galileo? Galileo, Figaro. Kom je mij nou waarschuwen? Tjar. Dan staat u zelf tegen. Werkt het zo beter? Dat helpt. En daar komt u. Roodbaard. Roodbaard vecht. Roodbaard vecht alleen met argumenten. Zo heet zijn hamer. Dat is argumenten. Steekhoudend en doorslaggevend. En hier komen een paar mensen met een compensatieprobleempje. Roodbaard zijn nog verpletterend. Jongens, ik heb daar Spanjaarden gezien. Die zijn wel een stuk minder dan jullie. Misschien dat het deze keer geen 80 jaar duurt. De Franse brigade komt ook oplopen. Ze zijn altijd bang dat er gele hersens zijn, maar dat valt deze keer van mij. We hebben weer een kist met gevaarlijk wapens bij zich. En daar komt nog een hele gevaarlijke middeleeuwse compagnie aan met hele sterke wapens. Laat ze maar even zien. Wapens omhoog. Laat je wapens even zien. Er komt nog een groep Kelten op. Sorry mensen, hebben wij weer. Gaan we een leuke veldslag spelen, komt er een vredesdemonstrant op. Ik zag net dat marechaussee, jullie weten hier wel waar uit hebt toch? Slijp die man even weg. Neem hem even te grazen met die supersoker anders. Ach, er komen een paar voetbalhooligans uit Duitsland. Ik zou onze Franse legers willen uitdagen of uitnodigen om de eerste uitdaging te doen. Pick your enemy, jongens, aan de slag. Ga best met elkaar. Er komt een organisatiewagentje aan, met een paar vikingen erop. Net op het schootsveld, jongens. De Spanjaarden kijken op de weg van de Republiek, van de Hollandse troepen, van de Geuzen.
Zullen we de broodwagens niet nog het veld op laten rijden om wat te schieten? De geuzen worden omstellen. Door hippies. Hey, Spaanse inquisitie, die moet wel even die geuzen te grazen nemen, hè? Kijk, dat vind ik dan wel, dat vind ik dan wel vasthoudend. Onze vriend. Ik weet niet of je mij nog hoort. Onze vrede stond vol met zijn actie, terwijl de oorlog is afgelopen. Hij wordt nu onze vredesdemonstrant uit de eerste toren wordt nu ondersteund door een paar hippies die ook wel wat peace willen. De hooligans die gaan volgens mij wat waterballonnen proberen te veroveren. En dan dacht ik dat we allemaal blij waren dat het uiteindelijk niet meer regende, maar nee, we gaan gewoon met de roodbaard heeft het bij een zakenwagentje verhoogd. De Spaanse Inquisitie heeft inmiddels twee heksen gevonden en er staat: She turned me into a unit! De hooligans zijn bij ons nog laten komen op de stroom. Dit lijkt wel die A-team, ze schieten. Onze kar wordt veroverd. Terwijl de Dutch kijkt of die een paar demonstranten kan op te rijden, zijn ze goed in. Thank you.
De Spaanse Inquisitie neemt met een wraak van bij meer dan 400 jaar alsnog de geuzen te grazen. De geuzen de toeter op de waterschotten. Hey jongens, we hebben hier blauwe helmen. Kunnen jullie niet meer doen aan die toestand? De blauwe helmen gaan de strijdende partij scheiden. Of niet? Hier gaan ze maar meedoen, je weet het nog. We gaan er mee! Oh, kijk! Zo, wat ga ik eens even vertellen? Zou het wel moeite zijn om niet kunnen praten? Het lijkt erop dat er twee blokken zijn ontstaan. Bij die pieken zijn wij erg lang, een stuk langer dan die vikingbijlen. En er vindt weer een omsingeling plaats, lijkt het. Jongens, ik kan er geen pijn meer aan vastknopen. Terwijl ze daar verder gaan in het speelkwartier, gaan we gewoon even beginnen met een diepte-interviewtje bij onze dappere demonstrant. Vindt u dat u een beetje... En dit zou er niet aankomen. Dat had ik me ook verwacht. Vindt u dan dat u een beetje succes heeft gehad met uw anti-oorlogsdemonstratie? Ja, natuurlijk altijd. Wij streven voor gelijkheid en tegen oorlog en geweld. Hè? Een beetje liefde is helemaal niet zo erg. Maar ze vechten nog steeds. Ja, ik vind het wel heel erg jammer. Maar goed, als er maar al een paar zijn die denken van, dat is geen zin, dus dan ben ik al tevreden. Die worden net van de slagveld afgeknuppeld. Ik zie het, ja. Jammer, heel erg jammer. Ik zou zeggen... Beetje met dat bord slaan, lekker vechten. Beste organisator, kunnen we volgend jaar afspreken dat we ook verbieden om topless te vechten als je boven een bepaald gewicht bent? Dat is prima. Hij heeft wel flink wat overwicht. Overgewicht. Beste vechters, ik weet niet of jullie al uitgesproken zijn. Maar ik wil voorstellen om dit de laatste clash te maken. Nog één keer. Je moet gaan zitten, anders rijdt het door. Nog één clash. Kan er niet eens nog één keer schieten? Wil je nog eens luisteren met je autootje? Nog één kans?
Ik ben bij 16 minuten van het komen. Ik ga nog steeds door. Beste deelnemers, ik heb goed nieuws. Iedereen heeft gewonnen! Dames en heren, ik wil u danken voor uw aandacht. Ik wil u danken ook voor het kijken naar dit absurde stukje fantasie van ons. Ik wil jullie danken dat jullie de hele dag hier geweest zijn op het historisch festival Doorn en dat we een daarvoor succes hebben gemaakt. Misschien doen we het volgend jaar wel weer. Dat zou heel erg leuk zijn. Dat weten we natuurlijk nog niet. Dank voor uw aandacht, dank voor uw komst. We gaan zo langzamerhand het festival sluiten. Misschien wel tot volgend jaar. Dank u wel. Heb ik het toch weer niet overleefd? Goed. Dood gegooid met brood. Dodelijke krenten. Thank you.
Ja, ik zie dat ook.